Hey en welkom bij Voca Facts, aflevering 2 intussen. Ik ben Xavier Taverne en bij mij zit de gedelegeerd bestuurder van Voca Mechelen Kempen en dat is Tom Laveren. Tom, hey. Dag Xavier. In deze tweede aflevering ligt de focus echt op de arbeidsmarkt. We willen inzichten geven aan ondernemers. En om die inzichten te geven moeten we echt naar die arbeidsmarkt kijken, want daar is iets aan de hand wat heel opvallend is. Ja, dat klopt, Xavier. Dus vanuit onze kamer hebben wij een conjunctuurbarometer opgericht. Daarmee kunnen we 6 maanden vooruitkijken en willen we eigenlijk onze ondernemers een voorsprong geven in die markt. En bij het opmaken van deze conjunctuurbarometer zijn ons vooral de cijfers van de arbeidsmarkt en de vacaturemarkt heel erg opgevallen. En wat zien we? Dat we eigenlijk tegen de maand juni opnieuw op 5000 openstaande vacatures zullen staan. En dat is hetzelfde aantal als voor de coronacrisis. En als we dan nog iets verder kijken en we kijken naar september, dan zien we dat dat oploopt tot 5700 openstaande vacatures. En dat is nog maar 2 keer voorgevallen in de afgelopen 15 jaar. Dus dat is wel uitzonderlijk. En ik die dacht dat we in de grootste economische crisis zaten van de voorbije jaren. Hoe verklaar je dat dan, dat er zoveel vacatures zijn als het slecht gaat met de economie? Wel, ja, enerzijds is het zo dat die economie terug aantrekt. Dus op zich is dat ook een goed teken. Anderzijds is er natuurlijk die mismatch op die arbeidsmarkt. Hè. De kwalificaties die de ondernemers of de werkgevers eigenlijk vragen van mensen, die komen niet altijd overeen of vaak niet overeen met de kwalificaties van de werkzoekenden. En dat probleem gaat corona natuurlijk, dat heeft dat niet opgelost. Want het nieuws vandaag is eigenlijk dat probleem terug voor de deur staat. Hè. Stond voor de deur voor de coronacrisis, hè, de mismatch. En vandaag zitten we terug daar met dezelfde hoeveelheden openstaande vacatures. Maar nochtans had Jan Bon op een event in december 2019, dus voor deze crisis, toch al beloofd om die vacatures versneld op te lossen. Of die mismatch, of dat niet kunnen invullen van die vacatures. We kunnen eens kijken naar wat hij toen zei. Eerst en vooral uw vacatures ingevuld krijgen. 120.000 mensen aan het werk door onder meer de jobbonus, intensieve begeleiding en waar nodig sanctionering door VDAB van werklozen en inactieven. Ik hoor Jan Bon spreken over de jobbonus, de inactieven aan de slag krijgen. Is dat nog altijd het recept, de oplossing, nu bijna 1,5 jaar later? Ja, zeker. En vooral met de nadruk op nu. Hè. We vragen eigenlijk nu om een beleid, op dit moment een beleid te ontwikkelen om die problemen op te lossen. En we hebben zelf enkele maatregelen aangebracht om die problemen op te lossen. En concreet zijn dat er 4 geweest en nog altijd. Dus enerzijds hebben we de jobbonus, hè, om het verschil tussen werken en niet werken groter te maken. En aantrekkelijker. En aantrekkelijker. Dat komt er nu aan tegen het einde van het jaar. Anderzijds, zeker nu, is het het inzetten van de tijdelijke werklozen vanuit de coronacrisis. En daar gaat de VDAB nu aan werken en eind van de maand gaan we daar het een en ander van kunnen zien. Het blijft nog altijd belangrijk om de inactieve bevolking te gaan activeren. Hè. In onze regio zijn dat toch 131.000 mensen. Dat zijn 262.000 handjes die we tekortkomen om uit deze crisis te komen en die we bloed nodig hebben. En een vierde punt om die mismatch op die arbeidsmarkt eigenlijk te verhelpen, is toch verder inzetten op levenslang leren. Dat zijn eigenlijk de dingen die we al een hele tijd horen. We zitten te wachten op echte oplossingen, oplossingen die jullie aanbrengen. Want als we, en vooral jullie, die handen niet vinden, dan stopt de economische groei en dat kunnen we ons niet permitteren. Nee, inderdaad, dat klopt. Als we de berekeningen bekijken van het IMF, dan zien we dat de economische activiteit in de Verenigde Staten volgend jaar met 6% zal stijgen, of 6% hoger zal liggen dan in 2019. In China is dat 17,3%. In Europa is dat begroot of berekend op 1,2%. Dus we hebben absoluut al die handjes nodig om zelfs die 1,2% te halen en niet verder af te glijden in een negatieve concurrentiepositie in de wereldeconomie. Zeer belangrijk, duidelijk punt gemaakt. Zie je verschillen in sectoren? Moeten we er daar nog eens een paar uithalen? We hebben in januari onze eerste Voca Facts, onze eerste barometer gelanceerd. En die blijkt er bonk op te zitten, dus dat is wel heel fijn om te zien. Dus zeker voor het werkt. Ja, zeker voor de bouwsector. Die bouwsector die piekt vandaag. Als we net iets verder kijken naar september, dan zien we dat er 34% meer bouwvergunningen afgeleverd gaan worden dan vorig jaar.
Eerlijkheid gebiedt ons wel te zeggen dat we vanaf april die stijging iets zien afvlakken, dus dat het iets minder snel gaat. Maar het gaat wel goed met de bouwsector, dat horen we toch van heel veel leden ook overal. Dat is dan voor de bouwsector. Als we kijken naar de autosector, ook daar zitten we terug op de pre-coronatijden. En als we kijken in die autosector, is het vooral die markt van de bestelwagens die heel erg is aangetrokken, heel erg geboomd heeft. En de markt van de personenwagens, wel, die zit ongeveer terug op het niveau van voor die coronacrisis. Dus al in al kunnen we wel zeggen dat er heel veel delen van de economie terug aan het aantrekken. Uiteraard hebben we wel de sectoren die nog altijd lam liggen en waar het heel, heel ernstig voor is. Maar er zijn toch wel sectoren waar het beter voor gaat. Ja, sommige sectoren hebben net iets meer last van de crisis of kunnen er af en toe een graantje meer van meepikken. In de eerste VOC-effect, en dat zal misschien voor deze en de volgende ook nog zo zijn, hadden we het over de vaccinatiecampagne in Vlaanderen. Die lijkt stilaan wel een beetje op kruissnelheid te komen. We zitten nu aan 30% van mensen die een eerste prik hebben gekregen. Dus dat gaat allemaal wat sneller. Maar jullie hebben nog een bijkomend voorstel vanuit VOCA. Maar ja, vaccinatie is de snelste manier om uit deze crisis te komen. Ik denk dat dat 100% duidelijk is. Maar we moeten eigenlijk, of we kunnen eigenlijk nog sneller gaan. En dat is door te gaan vaccineren op die werkvloer. Hè. We hebben een nieuwe bevraging gedaan bij onze ondernemers. En 6 op de 10 ondernemers, ondernemingen, geven aan dat ze dit willen doen. En concreet zal dat dan gaan via de bedrijfsgeneeskundige diensten, via de bedrijfsarts die prik zet. En die geven ook aan dat ze er klaar voor zijn en dat ze er ook al ervaring mee hebben vanuit de griepvaccinatiecampagnes en zo verder. Dus ik denk dat we daar zeker moeten op inzetten. Wat natuurlijk niet betekent, daar wil ik wel heel duidelijk maken, dat we als FOCA voorrang vragen in heel het proces. Uiteraard moeten er voldoende vaccins zijn. Uiteraard moeten de kwetsbare groepen al gevaccineerd zijn. Maar het kan maar helpen om die vaccinatiestrategie of die vaccinatiecampagne te versnellen. Enerzijds. Anderzijds is het ook heel goed voor alle medewerkers binnen één bedrijf tegelijkertijd weerbaar te maken ten opzichte van een virus. Dat is altijd makkelijker dan dat dat in fase gaat. En ja, we gaan er toch vanuit dat dit niet de laatste vaccinatie zal zijn die we moeten ondergaan. En daarom moeten we heel, heel hard inzetten. Niet alleen op die vaccinatiecampagne, maar zeker ook op het vaccinatieproces en wat er gaat gebeuren na de zomer. Gesteld dat na de zomer de grote centra afgebouwd zullen worden, dan moeten we wel een alternatief hebben. Want uiteindelijk, het vraagt maar één variant om ons 2 jaar terug in de tijd te zetten en helemaal opnieuw te moeten beginnen. En daar moeten we absoluut klaar voor zijn. En de bedrijven kunnen daar een belangrijke rol in spelen. En met respect voor de privacyregels van iedereen, dat moeten we zeker ook nog eens benadrukken. Hè. Het zijn de bedrijfsgeneeskundige diensten, niet de bedrijfsleiders die informatie hebben. Absoluut. Dankjewel, Tom Lavre, gedelegeerd bestuurder van VOCA Mechelen Kempen. En dit was de tweede VOCA Facts. We zien u heel graag terug om u verder te inspireren bij een volgende VOCA Facts. Tot dan.